Het aantal ambtenaren dat het overheidsapparaat vrijwillig wil verlaten ligt momenteel rond de 1000 personen. Dit zei minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken vandaag aan journalisten voor aanvang van de bijeenkomst van de ministerraad. De bewindsman zegt dat het overgroot deel van de ambtenaren zich heeft laten registreren bij de verplichte landsdienarenregistratie. Het proces is uitermate succesvol verlopen. Meer dan 90% heeft zich geregistreerd. Dat betekent dat als wij nu de lonen zouden stopzetten, zouden we ongeveer 100 miljoen per maand besparen. Maar het parlement heeft besloten om de wet in de aanloop van de volgende week of over 2 weken te behandelen. Dat betekent dat de overige 10% nog de kans heeft op de registrering. Maar het is een uitermate succesvol proces geweest. Blijkt ook dat omstreeks 1000 personen de dienst vrijwillig willen verlaten. En dat kader ga ik straks het voorstel doen bij de Raad van Ministers om als uitvoeringsbureau in te stellen om die personen te screenen. Ja, maar bent u tevreden? Ja, ik ben zeker tevreden. De ambtenaren hebben voorgegeven en die hebben laten zien dat zij de overheid willen structureren. De ambtenarenregistratie is in december vorig jaar met een maand verlengd tot eind januari 2023. Het parlement besloot vorige maand om de behandeling van de personeelswet met een maand te verschuiven, waardoor de ambtenaren die zich nog niet hebben geregistreerd een maand extra de tijd krijgen zulks alsnog te doen. De registratie kan zowel fysiek als digitaal.